Goedemorgen en welkom bij deze weekvlog. Het is al woensdag. Ik heb op een of andere manier op maandag en dinsdag niet heel erg veel, eigenlijk niks gevlogd. Ik heb wel een klein stukje van Brooke de Femles gefilmd, want niet alleen ging ze er in één keer in. Ook zonder wetsuit en zonder tranen. Super trots op haar, ze heeft gewoon lekker meegedaan. Flashback. En een flashback. Voor de rest zijn het echt gewoon crazy dagen geweest. Je kan het echt misschien. Ik ben ook moe. En het is weer de cyclus van ik ga gewoon te laat in bed. Want ik ben s'avonds gewoon niet moe. En s'ochtends ben ik echt voor mijn gevoel klaar. En ik ben eigenlijk sinds... Ik ben gewoon een beetje uit mijn ritme. Ik moet gewoon zeggen uit mijn ritme. Want in mijn beleving duurde het nog echt nog wel een paar weken voordat school klaar was. En het is natuurlijk niet zo. Dus ja... En aan dingen verzinnen voor, dat we dingen moeten gaan reserveren voor volgende week. En ik moet nog steeds de uitnodiging voor Logische verjaardag versturen. Ondanks dat we dat pas eind juli gaan doen, is het kind wel al zondagjarig. Dus misschien is het wel leuk als ik het eventjes weer laat weten van, hey, wanneer gaan we het doen. Maar ik moest ook wel zorgen dat ik in ieder geval zijn cadeau had en hij wil een nieuwe kamer. Dus er moest voor een bureau gekeken worden, er moest voor een krukje en verder eigenlijk een bureau voor mij. En mijn moeder gaat dan een kast geven. En dan geloof ik een plantje of zo. I don't know. Het is confusing. En ik zit ook achteraan. En toen dacht ik me dat ik nog geen bedankje had voor de meester en juffen. En voor de gastouder. En oh, ik heb zoveel afspraken vandaag staan. Of eigenlijk van de week eigenlijk. Gisteren zou er de Jumbo zou langskomen. En die is natuurlijk langs geweest. En het bureau zou gebracht worden. Het bureau is overigens niet gebracht. Dus dan ben je toch een beetje dat je niet heel weg kan. En niet heel dit. Nou ja, ik ben aan het wachten eigenlijk. Niet dat je de hele dag wacht, je doet wel andere dingen ook, maar hè. Je hebt niet het gevoel dat je echt lekker weg kan. En niet hoe, als goed komt het bureau dan vandaag, hoop ik maar. Ik heb eigenlijk nog niet wel nu een bevestigingsmail gehad. Moet ik even bellen. En dan heb ik meer. Oh, we hebben vandaag, zeg het is, de afscheid van groep 8. En we zouden er naartoe gaan, maar vanwege de regen is het nu online. En dan doen de kinderen gelijk een uitvoeringje. Dus ik geloof dat om 10:30 zie van Brooke en om 10:45 zie van Logan. Dus dan gaan we ook maar hier op de webcam kijken. Via de webcam heet dat. Via de Meet. Dus dat gaan we via de Meet of de Hangout of zo bekijken. En ik moet om 10:50 naar de orthodontist om een check-up te doen. Het is alweer 7 weken geleden. Dat ik mijn attachments heb gekregen. Dus ik moet ook even naar kijken. De oorbelletjes moeten steeds gedruppeld worden. Gaan alarmen vooraf. Ik heb het gevoel dat ik gewoon niet... Weet je, het klinkt allemaal niet... Van, het is allemaal niet zo moeilijk. Maar ik kom gewoon niet lekker het gevoel dat ik in controle ben en voorloop. Ik loop altijd achter. Dus het is nu ook al 7:05. En ik wil eigenlijk om 7 uur de kinderen wakker maken. Anders is het te laat aan de eettafel. En we hebben dus echt wel allebei de dagen deze week tot nu toe gehad. Dat ik heb geschieden dat ik zo'n... We zijn bijna te laat. En het komt vooral omdat Logan steeds vlechtjes in zijn haar wil. Wat ik overigens niet naar school doe. Omdat het gewoon niet mooi eruit komt. Maar hij wil toch dat ik het iedere ochtend probeer. Brooke die loopt thuis door de boterhammen. En je zegt gewoon toe aan vakantie. We zijn echt toe aan vakantie. Had ik het net niet over achter de feiten aanlopen. Brooke zei net, mama, we moeten groep 8 nog afscheid nemen. Ik moet nog pannen meenemen. Ik heb het niet eens. Nee, als 3 van de rissels. Boris, hou eens op bij Logan. Maar we hebben wat opgelost, want Brooke was heel slim. Die zei, ik heb nog pannetjes in mijn keuken. En ik dacht, mooi, neem die maar mee. Dus, zeg maar, zo ga je die maken. En Logan heeft een grotere pan. Ben je gek geworden? Hang nou eens op bij dat kind. Hup, weg jij. En Logan die neemt, zo. Ik ga eens lekker herrie maken. Nou, jasjes aan. We hadden al in de auto moeten zitten. Zo. Ondertussen is het al 2:15 en ben ik net terug van de tandarts, de orthodontist. Ten eerste moest ik echt heel erg lang wachten. Ik was er om 1:15 en ik had om 1:50 een afspraak, dus keurig op tijd. Want je mag niet te ver vooruit komen. Anywho, toen vrij snel na mij, dus ik denk dat het toen 2:30 was, kwam er nog een meisje binnen terwijl er al een meisje zat. En die waren allebei onder 18. Dus zeiden, oh, we zijn allebei onder 18, dus we gaan naast elkaar zitten.
heb het leuk. En zei ze, hoe laat had jij je afspraak tegen een andere meisje wat er dus al voor mij zat? En die zei, om 1 uur. Dus dat was ik echt... Als jij al bijna een half uur uitloopt, dan loop ik dus waarschijnlijk ook een half uur uit. Nou, ik viel dat gelukkig dus wel mee. Want ik was denk ik 1:50 of zo aan de beurt. Dus dat viel wel mee. Alles was goed, ik moet alleen even opletten. De onderkant is mijn tandvlees aan het irriteren, dus moet ik goed schoonhouden. Ik ga extra aandacht aan besteden. En ik draag mijn elastiekjes niet genoeg. Daarom heb ik ze nu in. Want ze zei, van hoe laat draag je je elastiekjes? En ze heeft gezegd dat ik ze moest dragen van na het avondeten tot aan dat ik mijn tanden ga poetsen voor het slapen. En dan moet ik nieuwe elastiekjes in doen tot de volgende ochtend. En tijdens het avondeten gaat mijn beugel natuurlijk uit en leg ik hem opzij. En dan vergeet ik hem tot ik naar bed ga. Dat is eigenlijk tot nu toe eigenlijk altijd al geweest. Want ik ga daarna natuurlijk de kinderen op bed leggen en dan ben ik zelf nog van alles nog wat opruimen. En dan rond 1:30, 9:15 denk ik, oh ja, die verrotte beugel. En dan denk ik, ah, laat me zitten, want ik ga nu mijn avondsnackje nemen en doe ik het dan straks nog. Nou, eerder dat ik dan mijn elastiekjes in doe, is het 10:30, 11:00. En het is natuurlijk gewoon ruim 4 uur minder dan wat nodig zou moeten zijn. Want ik slaap ook maar tot 6 uur en niet tot 7 of 8 of zo. In Nihon. Dus ik vertelde dat, van, nou, waarschijnlijk niet genoeg, want ik ga laat naar bed. Dus ik heb ze dan sowieso minder in, omdat ik ze pas voor slapen ga indoen in plaats van na het avondeten. En zei ze, ja, maar dat kan ik dus zien. En want je bent dus minder ver als dat je zou moeten zijn. Ons de beugel dus wel past, mis je dus een aantal ruimtegaatjes tussen de tanden. En dat komt dus blijkbaar door de elastiekjes. Dus ik moest ze gewoon zoveel mogelijk dragen. Dus ja, eigenlijk gewoon dat je ze hele dagen draagt. Dus ja, ik moest ze gewoon meer gaan dragen. En nou hoeft ze nog niet gelijk hele dagen, maar ze zijn wel... Ik probeer het gewoon overdag ook gewoon wat vaker te doen, dat je echt aan die 12 tot 16 uur met elastiekjes komt. Oké. Dus we gaan proberen om ze zoveel mogelijk in te doen. Kijken of we het kunnen onthouden. Dus ja, dat dus. Verder heb ik mezelf een geheugensteuntje gegeven. Want ik ga zo een snackje nemen. Want ik heb al heel snel even wat gegeten als lunch. Maar ik moest natuurlijk ook snel weer door. En ik heb nu dit dan eventjes. Maar dit heb ik dus als geheugensteuntje. Dit is voor de gastouders. Dus vandaag de laatste dag voor de zomervakantie. Ik dacht, we kunnen hier een leuke tekst op schrijven. Deze bak is ook nog steeds van haar. Daar heeft ze toen een bestje meegegeven uit haar eigen tuin. Die heb ik ook al 2 weken hier staan. Dus ik dacht, als ik nou mijn sleutels erin leg, dan kan ik niks ervan vergeten. Vol verwachting klopt mijn hart of dat zo werkt. Gaan zien. Wat doe je dat? Hij gaat los. Hij is los. Ja, die kan je hoger en lager. Kogelbak. Oh, nee, ik heb hem niet zelf genoeg, maar het is een lijmpje. Kijk, en dan gaan we deze weghalen. En dan kan je bijvoorbeeld hier zo je iPad in bewaren. En hier zo zitten en dan kan je schrijven. Zie je dat mooi? Okay. Yeah. Cute, hè? Ben je zo blij. Goedemorgen. Welkom bij deze vrijdagmorgen. Jullie laatste dagje school. Van groep 1 dan. Ook niet? Heb je hier nog meer dagjes in groep 1? Nee. Je gaat hartstikke naar groep 2 hoor. Wil je dit nu? I'm wanting to grow up. Ik heb geloof ik gisteren niet heel erg veel gesteld, maar dat is ook niet heel veel. Ik weet wel dat ik loop als een bureau in elkaar gezet. Oh, ik zal even wel lopen. Ze waren vanochtend allebei echt super vroeg wakker. Al zin. Ik hoorde ze om 6:30. Toen ging ik mijn wekker. Toen dacht ik, nou, misschien kan ik nog wel een keer snoezen. En gaan ze boven nog even tuttelen. Dat deed ze dus niet. Dus ja. Oh. Het is wel vakantie. Maar ik ga eerst nog even een heftig weekend in. Ik heb vanavond avonddienst. Dus dan breng ik de kinderen eerder bij hun vader. Dan heb ik morgenochtenddienst, morgenavonddienst, zondagochtenddienst. En dan zondagavond komen Fleur en Mees. Voor 2 weken als het goed is. En maandagmorgen komen we ook in Brooktown. Dus dat moet goed komen. Dus ik wil eigenlijk niet alleen heel veel werken. Tenminste, ik moet heel veel werken. Ik wil ook een logische kamer afmaken. Want ik heb gisteren zijn bureau in elkaar gezet in zijn krukje. Vandaag komt als goede zijn gereedschapswand. En alle spulletjes.
Dus dan kan ik even alles een beetje reorganiseren en moet zijn bed nog neerzetten. Dat is helemaal goed. Dus ik was ook bezig geweest met het keukenkastje. Dus ik zit ook dat ik allemaal bordjes en pepertjes en dingetjes uit de krat moet vissen. Maar oké. Het is gelukkig het laatste dagje. En als het goed is, is Lowe dan om 12 uur klaar. Dus we kunnen lekker knappertje eten. Pascal was gisteren ook vrij en vandaag ook. Die heeft, ik denk voor het laatst met kerstvakantie een paar dagen vrij. Ik had echt een paar dagen, als in 3 of zo. En een keer daarvoor was denk ik vorig jaar zomervakantie. Hij neemt niet heel gemakkelijk vrij. En hij ging het nu wel merken dat hij dacht van, oh, ik ben wel heel moe en ongemotiveerd aan het worden. Dus hij heeft de laatste 2 dagen kon hij gewoon thuis aan de slag. Dat is wel fijn. Dus hij heeft nu, geloof hij wel morgen ook nog eventjes moest werken. Hi. Wat is er met Boris? Ik ga Boris meer van zijn eten geven. Kom maar Boris. Dus ik laat hier morgen nog eventjes een projectje wel afronden. Dan kon ik in ieder geval 2 dagen lekker rustig aan doen. Kijk die dames nou. Wel lekker. Samen met Pascal het gras maaien. Ik ben een beetje gaar aan het worden, omdat ik zelf ook een beetje toe ben aan vakantie. Maar ik moet eerst nog bijna 20 uur nog werken volgens mij. Ik heb wel straks avonddienst, morgenochtenddienst, morgenavonddienst en zaterdag, nee zondagochtenddienst. Zo ongeveer 20 uurtjes. Dat moet zelfs nog over te maken. Daar heb ik er niet helemaal rekening mee gehouden toen ik bedacht dat ik fulltime zzp'er zou worden. Dat zou betekenen dat ik echt alleen maar aan het werk was op het moment dat die kinderen er niet zijn. Op zich, als de kinderen gewoon school hebben of ze zijn bij mij, dan is het super chill. Maar, ja, yeah. Anyhow. Ik ga nog even snel de boodschapshoplog editen, want dat heb ik nog niet gedaan. Work en de vriendinnetje zitten op de grasmaaier bij Pascal en Logan is boven bezig aan zijn bureau. Dus dat kan nog wel heel eventjes. Verder wordt als het over een half uurtje opgehaald en dan is mijn video al klaar. En dan kan ik even een uurtje chillen voordat de kinderen hun vakantie echt begint en voor mij bijna aftellen. Hi, het is zaterdag. Kindjes zijn natuurlijk allemaal weg. Ik heb vanochtend hard gewerkt en ik was eigenlijk wel lekker op tijd klaar. En ik moest om 12 uur bij de Pearl zijn voor mijn lenscontrole. Dus ik dacht, ik ga alvast even door de stad heen banjeren. En ik heb een aantal dingen gekocht bij de Action. Dus ik dacht, ik voeg gewoon een Action shoplogje erbij toe. En ik ben ook bij de Ethos geweest. En bij de prijskrapper. Dan heb ik alleen maar de tandenstoker. Want het andere vond ik niet goedkoper. Dan bestaan voor de kinderen, want bijna op. En dan eentje van boven en eentje van beneden. Tandpasta staat voor de volwassenen, want die was echt op. Ik heb me gisteravond vanochtend moeten tandpoetsen met deze. Niet fris. Dus deze hebben we er ook op voorraad. Lenzenvloeistof, omdat ik. Mijn lenzenvloeistof die ik heb is nu bijna op. En ik weet niet of ik die bij de Pearl wou kopen. Nee, volgens mij is het hartstikke duur als die lenzenvloeistof moet kopen. Maar goed. Blijkt trouwens dus dat mijn lenzendoosje ook bij de Ethos. Want Pascal draagt nu ook heel veel maatlenzen. En we hebben zelf een doosje. Dus dat wordt natuurlijk. Er staat wel een pul op, maar vandaag morgen gaat het fout. En deze is paars. Dus ik dacht, dan valt het goed op dat het mijn lenzen zijn. Het ging goed met mijn lenzen. Ze zei alleen dat links een beetje bleef vastplakken, maar dat was op zich geen probleem als ik er zelf geen last van had. En ze heeft gelijk voor mij voor een half jaar maandlenzen besteld. Dus die komen volgende week binnen. En er zit dus gewoon iedere keer ook zo'n flesje bij, een klein flesje dan. Die is ook borax in, dus we zouden hier ook slijm mee kunnen maken. Dus dat is het hele lenzen/ethos verhaal. Maar dan het interessante. De Action Shoplog. Ik heb het allemaal in dit prullenbakje gedaan. Het is een waste basket. Zoals jullie weten wordt Logan morgen 7. En die krijgt natuurlijk een update kamer. Dus Pascal heeft geloof ik gisteravond de bedden verwisseld. Tenminste, dat zag ik vanochtend. Of net toen ik eventjes boven de washanging aanzet dat de bedden omgedraaid waren. Dus ik dacht, kan deze maar onder zijn bureau, want zijn kleuren worden dan een beetje leger groen, houtkleur en zwart. Dus dan heeft hij een leuk dingetje onder zijn bureau, ik geloof 2 euro nog wat. En een leger etuietje voor al zijn pennen en potloden en dingen die ik in zijn kamer al gevonden heb. Plus 1 nieuwe kleurtjes voor in de etui. Nee, ik heb toch wat om uit te pakken, want graag even in te pakken. En dan haal ik gewoon 1 setje beneden. Voor alle kinderen heb ik
wel het laatste zwaarder gekocht, want we zijn veel thuis. De komende video, dus dat is fijn. Met extra bellenblaad. Want het kost allemaal geen ene drol bij de Action. Bad- en douchegel was ook bijna op. En deze hadden ze nu ook. Ik geloof voor 2,50 euro of zo. Dus één voor boven en eentje voor beneden. Echt 1000 keer goedkoper als bij de Pruismapper of bij de Ethos. Soepkrijt, want ze zijn echt gek op soepkrijt bij ons. En je hoeft niet meer te zeggen hoeveel ze dan gaan hadden. Omdat wij vrij dicht bij het strand wonen, dacht ik, als het mooi weer is, gaan we hoogstwaarschijnlijk even naar het strandje toe. Het zij op de fiets, het zij met de auto. En ik zal deze liggen. De ice cream beef. Kijk nou, ook cute. En ze hadden er meer dan 4. Hier, die 5 zijn 5 klantjes. Dus helemaal leuk, met zo'n schepje erbij. Dat wil ik nog meer. Dus je kunt er daarmee spelen. Ik heb een heleboel stickers. Van The Avengers. En Paw Patrol. En Phonicons. En Frozen 2. Want ze zijn allemaal bezig met hun beloningskaarten. En ik heb gewoon geen stickers ervoor. Dus Brooke moet nog een sticker krijgen. Dus die kan ze dan. En voor de jongens. Sokken. Want ik weet niet wat ze ermee doen. Ja, ik weet het trouwens wel. Ze lopen erop buiten. En als je buiten loopt sokken, worden ze meteen heel ranzig dat je ze niet meer schoon kan krijgen in de wasmachine. Tenzij je ze eerst laat weken in een emmer en in nobody got time for that. En soms dan lopen ze ook gewoon zo kapot omdat ze ermee op de straat lopen en weet ik wat. Dus ik heb nieuwe sokken voor ze gekocht. Voor de jongens dan. Kunnen ze weer eventjes vooruit. Ze hebben allebei nu weer 6 nieuwe paar. Dus in principe zouden ze wel een weekje met sokken kunnen doen. Let's hope. En dat doe ik dan. Daar heb ik het over gehad. Dus ik geloof dat ik zowel bij de Ethos als bij de Action 20 euro of zo kwijt was. En het is nu bijna half twee. Ik ga eten. Ik moet vanavond weer werken. 4:30. Let's do this.